Ik ben Sam Groen en ik zit in mijn laatste jaar bedrijfsvertaler Tolk aan de PHL in Hasselt. Ik heb een zwak voor talen en meer bepaald voor het Engels. Ik heb over een paar weken nog wat examens voor de boeg en dan trek ik de handelswereld in. Ik mag een paar weken op stage bij Elan Languages. Maar eerst nog even die examens dus. Waarde student. En ook nog een opdracht voor meneer directeur. Nee, even serieus. Ik ben op zoek naar een student voor een bijzondere opdracht. En ik wil zo een beetje onze studenten, onze toekomstige studenten, laten voelen wie we zijn. Een beetje de do's en don'ts van onze opleiding laten voelen. En dat kan best verteld worden door een student die hier natuurlijk vandaag studeert. Kun jij mij daar misschien mee helpen? Onze opleiding. De do's en don'ts van onze opleiding laten voelen. Ja, de naam vat het eigenlijk al vrij goed samen. Ik denk dat de grootste kick van het tolk zijn is twee mensen die elkaar niet verstaan samenbrengen en zorgen dat die elkaar begrijpen, communiceren en ook verstaan. We gaan dus vertalen en we gaan tolken. Maar volgens Johan Leeten is het takenpakket van een vertaler-tolk veel breder dan enkel dat. Meneer Leeten is algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Limburg. Hij weet dus waarover hij spreekt. Ik denk dat dat in eerste instantie vertalingen kunnen zijn, maar ik denk dat dat ook contacten kunnen zijn met uw klanten. En natuurlijk de administratieve opvolging van klanten en die is meer is heel belangrijk en daar kunnen jullie denk ik zeer goed toe bijdragen. Vertalen, tolken, contacten leggen en onderhouden, administratie en opvolgingswerk, dat is een hele boterham. En daarbij borrelt er natuurlijk ook een belangrijke vraag op. Hoe zorgt de PHL ervoor dat de studenten klaar zijn voor al die opdrachten? Graag laat ik meneer Vlaghos het even voor ons samenvatten. Al jaren staat hij, samen met de hele lectorenploeg, garant voor een degelijke opleiding. Ja, jullie zijn bedrijfsvertalers en tolken. Dat betekent communicatiespecialisten in drie vreemde talen, Frans, Engels en Duits. En natuurlijk is het Nederlands zeer belangrijk daarbij. Die vaardigheden gaan we trainen en nog eens trainen dat we daar heel goed in worden. Informatica toepassingen zijn zeer belangrijk, die gaan we ook trainen. En jullie krijgen ook een bedrijfseconomische en juridische training om te weten hoe dat het bedrijfsleven eruit ziet. En volgens meneer Leeten ziet dat bedrijfsleven er vrij rooskleurig uit. Althans voor een goede bedrijfsvertaler tolk. Ik denk dat je in een heel brede waaier van de bedrijfswereld kunt werkgesteld worden, omdat je een heel breed diploma hebt. Dat is zowel binnen de bedrijven die exporteren. En zo zijn er in Limburg wel wat, 78% van alles wat we maken wordt geëxporteerd. Dat was natuurlijk belangrijk. Dat je de talen machtig bent met wie dat je handel drijft. En precies daarom is onze talenopleiding opgebouwd rond de drie belangrijkste handelstalen. En dat zijn bij ons nog altijd Frans, Engels en Duits. Daar hoort natuurlijk ook nog onze eigen moedertaal bij. En natuurlijk is het Nederlands zeer belangrijk. En mocht je dat nog niet genoeg vinden? We hebben wel de mogelijkheid om facultatief Spaans of Italiaans erbij te doen. En dat dus allemaal om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in de vertaler-tolkenwereld. We gaan dus in de seminaries vertalen naar en van alle talen. En wat de tolken betreft, het verbindingstolken. Jij tolkt persoon A naar persoon B en omgekeerd. En het consecutief tolken, ofwel het samenvattend tolken. De boodschap beknopt in een andere taal weergeven. En met al die taalkennis en vaardigheden kan je op een hele hoop verschillende werkplekken terecht. Ook binnen studiediensten, ook binnen banken, ook binnen de media. En ook binnen overheidsinstellingen. Dus ik denk dat je een heel breed palet hebt van organisaties en bedrijven waar je terecht kunt. Dus eerst nog die examens tot een goed eind brengen, dan mijn stage en daarna wat en hoe het precies wordt, dat zien we nog wel, maar ik heb er wel al serieus veel zin in. Veel succes! Dankjewel. Wil je meer informatie over deze opleiding? Vraag dan online een infobrochure aan op www.phl.be/infobrochures of kom de sfeer van de opleiding proeven op een van onze open deurdagen. De lijst met data vind je op www.phl.be.